In deze video examen 2016 tijdvak 2, de laatste vraag HAVO wiskunde A en gaat over de QR-code. Nou, dan pak ik het daarop, want figuur 1A bestaat uit 441 hokjes. En dus dat is, staat er ook bij, dat is dan 21 keer 21. Nou, QR-codes van dit formaat zijn de kleinste die bestaan. En dan heb je versie nummer 1. Er zijn ook QR-codes met een hogere versie nummers. En de grootste is dan versie nummer 40. En dan heb je 177 keer 177. En het verband tussen het aantal hokjes op de onderste regel van een QR-code en het versienummer is lineair. Met andere woorden, het aantal hokjes is A keer versienummer plus B. En wij kunnen die A en B, die kunnen we namelijk berekenen, want wij hebben namelijk twee coördinaten gekregen. Wij hebben namelijk het volgende. En dan om die A te berekenen, doe je dus verticaal, dat is dit, gedeeld door horizontaal. En dat is dat. Dus dan krijg jij in de noemer 40 min 1 en in de teller 177 min 21. En als je dat op je rekenmachine doet, kom je uit op 4. Nou, dit is wat je weet. En dan om die startwaarde te berekenen, laat je hem door een punt gaan. Ik zou zeggen, kies eentje, maakt niet uit welke. En dan ga je dat invullen. En voordat je het weet, heb je B. En dan is dit de formule die we zometeen gaan gebruiken om de rest van de vraag te beantwoorden. Maar goed, een lineair verband kunnen we. Goed. De totale ruimte die nodig is om een QR-code weer te geven, wordt niet alleen bepaald door het versienummer. Het wordt ook aangeraden om rondom elke QR-code voldoende witruimte te hebben. We gaan ervan uit dat rondom elke QR-code een witte rand gebruikt wordt van 4 hokjes breed, ongeacht het versienummer. Nou, dat gaan we natuurlijk eventjes zien hier. Zo zie je dat, er komen dan 4 hokjes bij. Hè. Hier 4 en natuurlijk daar 4. En onder en boven is dat net zo. Dan komt de vraag. Een deel van de totale benodigde ruimte wordt dus in beslag genomen door de witte rand. Bij een QR-code met versienummer 1, zoals in figuur 1b... is dat deel ongeveer gelijk aan 48%. En dat kun je ook berekenen. Hè? Want je hebt dan de QR-code zelf is dan 21 keer 21. Ja. En met witte rand is het dan 21 plus 4 plus 4. Hè, dat is dan 29. En als je 29 keer 29 doet, heb je de hele oppervlakte. Nou goed. Laten we verder gaan lezen. Bij een QR-code met versienummer 2 is dat ongeveer 43%. En hoe groter het versienummer, des te kleiner is het percentage. Bereken hoe groot dat percentage is bij een QR-code met versienummer 25. Nou, we hebben net een formule opgesteld en die gaan we natuurlijk zometeen ook gebruiken, hè? Want wij kunnen berekenen de hokjes op de onderste regel bij versie nummer 25. Dan gaan we die formule gebruiken. Hè? Dus dan krijg je 4 keer 25 plus 17. Dat betekent ook dat wij het aantal hokjes kunnen berekenen bij die QR-code. Want dan doe je 117 in het kwadraat. En dat is dan 13.689. Wij kunnen dan ook het totaal aantal hokjes berekenen
met de witte rand, met versie nummer 25. Hè? Want dan krijgen we dan die 117. En dan heb je 4 aan de linkerkant en 4 aan de rechterkant. En dat moet natuurlijk in het kwadraat. Dan heb je de, nou ja, de oppervlakte, hè? Dan heb je alle hokjes. En dan kom je uit op 15.625. Dan kunnen wij ook berekenen de witte rand bij dat versienummer. Want dan moet je het totaal, en daar moet je dan van afhalen, nou ja, wat die QR-code in beslag neemt. En dan kom je uit op 1936. En als je dan die 1936, hè, die hokjes van de witte rand, deelt op het totaal, dat is het totaal, en je doet dat keer 100%, en je rondt het even af op een, nou ja, op helen, hè, want dat heb je in het voorbeeld ook, in het voorbeeld is dat ook gedaan, dan kom je uit op 12%. Dus het percentage wit bij versie nummer 25 is 12%. Einde video, tot de volgende keer.